Dan loopt hij naar net. Kijk. Tweede bal is voor hem. Derde bal eroverheen. Dus nummer 36 is bij uw man de spelverdeler. Ja. En wie is dan nu de aanvaller? Mijn man is aanvaller. Je hebt twee buitenaanvallers en twee middens. Maar het net beweegt wel. Dus, ja, dan heeft de bal waarschijnlijk het net beweegt. Tegenwoordig is het zo dat je mag het net wel raken, alleen als het maar niet hinderlijk is voor degene die de bal heeft. Oké. Meestal voor, omdat de spelverdeler is. De bal, de tweede bal moet altijd naar rechts voor. Oké, dus hij kan eigenlijk nooit een vakfout houden. Vandaar dat er eigenlijk zo'n heel groot gat blijft hangen, maar het heel tactisch eigenlijk is. Ja. Met één set-up, één spelverdeling. De set-up is gelijk voor spelverdeling? Oké. Okay. Misschien de volgende keer. Ja, Peter heet hier. Ja. Ik ga even kijken of dat gaat. Het zal ook wel spelen in de bocht. Ja, daarom. Ja, voor uw team dan, hè? Ja. Meer, hè, want die is veel meer scoren. Ja, een paar blokken vandaag. Ja, precies. Ja. En waar is het paaltje voor? Nee, dat is al helder. Nee, ik moet echt als mijn op een gegeven moment geen muziektherapeut meer noemen. Ik moet ook een bepaalde standaard voldoen, dus ik moet bijvoorbeeld skills doen om mijn kennis op peil te houden. Dat doet me natuurlijk ook onderzoek naar, maar dat is wel ook een vorm van muziektherapie. Ja, het kan heel ver gaan, moet ik zeggen. Het kan, Psychologie dan, niet muziek, maar ja, maar dat is ook psychologie. Ja. Dus
Maar niet de combinatie dan. Nee. Maar misschien kennissen met elkaar, je weet het. Ja, ja, het zou heel goed kunnen. Ik had het ook gesolliciteerd en ze hadden ook een beeldentherapeut ermee nemen. En een beeldentherapeut. En hij heeft dat ook gedaan. Ik zei ook van, ik heb alleen met mij in de klas gezeten. Ik zei het in Leiden. Oh, oké. Okay. Ik heb het idee dat de pit bij mij in het team echt raar is. Ja, dat was gewoon. Het spel was gewoon heel voor. Ja, en dan vroeger was het iedereen rond de 30. Ja, dat is wel een groot verschil. Nee, ik ben het voor de groot dan. Stap je naar voren, jongens! Nee, dat moet je, dat weet je.
Dus je moet altijd zo ver naar voren staan voor jou. Oh. En als we staan in ieder geval 2-1 achter. Nou ja. Ik heb ook een ziekenhuizen en ze moeten gewoon allerlei lijntjes uitzetten ja. Om naar mensen te komen. Ja. Dus op die manier. En je moet me net de juiste mensen te pakken natuurlijk. Ja, precies. En vrijwilligers sowieso, die zijn tegenwoordig best wel moeilijk te krijgen. Nou, daarom. Ja. Ik was laatst ook in een zorgcentrum. Jullie hebben het ook goed gehad? Ja. Want jullie gingen volgens mij net weg toen wij terugkwamen zo'n beetje. Wij zijn de ene laatste week van augustus geweest. Ja, toen kwamen wij terug, ja. Dan had ik deze nog wel. Ja, maar het ook goed gehad? Ja. Daar zijn we in Venray. Ja. En dan vrijdag moet ik op school zijn, dus in Nijmegen. En dan in het weekend dan ben je in Maastricht. Ja. Dus wanneer zien jullie elkaar dan? Alleen in het weekend, maar dan ook net als mijn uren mij net goed uitkomen. Dus het komende zaterdag moet ik de hele zaterdag werken, dus van 7 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. En dan mijn ouders dan. Ja, ze wist niet waar, hè? Nee, precies. En we hebben al gekeken, ik zou nooit, stel ik zou bezoeken. Ik had me ook gevraagd aan Jos of ze niet een artikeltje kon schrijven over die wandelclub van mijn moeder. Ik denk voor in de krant of zo. Ja, ik denk, nou ja, plaatselijk. Ik kan net niet die tweede cijfer zien. Die paal.